kijkers, welkom op ons kanaal. Vandaag gaan we het hebben over Tielik. En het zal verschijnen in 3 verschillende delen. Vandaag is het eerste deel. Tielik, het gebruik en het belang ervan. We gaan het hebben over de Tielik of de tika dat men bij de Senaat in de Dharm draagt op de voorhoofd op de derde oog. Wat is een Tielik? Een Tielik is een pasta of een poedervorm dat aangebracht wordt op je voorhoofd. Er zijn verschillende vormen van tielik met een andere betekenis. Waarom doet men dit en wat is het belang ervan? De tielik is al vanaf oud in gebruik door de hindoes. Volgens het Senaat in Dharm is de puja zonder de tielik niet compleet. Het midden van ons voorhoofd is de verplaats van Visnuji. Hij is tevreden als men een tielik draagt. Het midden van het voorhoofd, oftewel de derde oog, wordt ook Triveni genoemd, omdat hier de 3 energiestromen van ons lichaam samenkomen. Dit zijn de mentale, vitale en de spirituele energiestromen, oftewel Irida, Pingala en Sushuma. De derde oog wordt ook de standplaats genoemd van de guru van ons verstand, Manka Guru. Door hier de tika te plaatsen, groeit ons concentratievermogen en intellect. Ons lichaam heeft verschillende soorten energieën, waaronder de chakras. De chakras zijn de opslagplaatsen van immense krachten. Van de 7 hoofdchakras is de derde oog de belangrijkste. Dit wordt ook wel de Agya genoemd, de Agya chakra, omdat dit de verzamelplaats van alle chakras is. Deze chakra is de bron van helderheid en wijsheid. Een voorhoofd zonder tika wordt als ongunstig gezien. Men hoort een tilak te plaatsen van chandan, kumkum, roli, haldi, sindoor of bhasma. Wat zeggen de shastra's over tielik? In de Skand Puran en de Vishnu Samhita staat een tielik geplaatst dient te worden door de ringvinger, dan verkrijgt men rust, de middelvinger, dan leeft men langer, de duim, dan blijft men gezond en de wijsvinger, men verkrijgt moksh na de dood. In de Brahma Vivart Puran staat men dat wanneer je zonder tielik puja of paard of een andere gunstige ritueel uitvoert, dat je dan de baat ervan niet zal krijgen. Er zijn verschillende soorten producten dat voor tielik gebruikt worden. Elk heeft een ander effect. Door chandan tielik te gebruiken, wordt de zonde vernietigd. Men blijft bespaard van problemen. Men verkrijgt altijd de genade van Mata Lakshmi. Het geeft kracht en vergroot het geluk. Het brengt mentale rust, dus bijvoorbeeld stress wordt onder controle gehouden. Het geeft energie. De verstand blijft ingetogen en actief. Het wordt beschouwd als een symbool van gerechtigheid. In de cultuur van Hindoes worden puja, archana, sanskar, sanskar-rites en gunstige gebeurtenissen gestart door een tielik te plaatsen. Bij de aanvang van een puja wordt ook rauwe rijstkorrel samen met kumkum aangebracht, dat positieve energie geeft. Volgens de shastra's is rijst de graansoort dat reine is en wordt het daarom ook geofferd aan devis en devata's. Een andere naam voor rijst is akshat, wat betekent dat het nooit uitgeroeid wordt. Een man hoort altijd een chandan tilak te dragen en een vrouw een kumkum tilak. Het tilak gebruikt is dus niet om te laten zien dat je van Senaat in Dharm bent. Het heeft naast een gunstig effect ook een wetenschappelijk benadering. Namelijk dat naast de spirituele gemoedstand dat de gebruiker krijgt, hij ook de wens heeft dat anderen gelukkig mogen zijn. Vanuit psychologisch oogpunt is het nuttig, omdat het derde oog het centrale deel van het gezicht is waar ieders ogen vast komt te zitten. Door tielik in het midden ervan aan te brengen, wordt geprobeerd de aandacht van de toeschouwer vast te houden. Dit was het voor vandaag. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je pandiet. Dank u voor uw aandacht en voor nu tot de volgende keer. Raam raam.